Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb Ila net afgezet bij het kinderdagverblijf, want die gaat daar elke donderdag naartoe. En vandaag ga ik samen met mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, gaan we naar Prenatal in Amersfoort en daar gaan we de kinderwagen ophalen, de stokken kinderwagen die Maarten en ik heel graag wilden. Dus ja, Maarten die werkt overdag, dus ik had mijn oma gevraagd of ze het leuk vond om mee te gaan. En dan gaan we nog een beetje baby shoppen en eigenlijk de laatste dingetjes halen. En dat leek haar heel erg gezellig, dus die gaat straks gezellig met mij mee. Ik heb er heel veel zin in en ik heb net, ik heb nog een pakketje gekregen, zag ik. Ik had wat dingetjes besteld op AliExpress weer voor het eerst. En dat komt door de neef van Maarten, thanks hè. Dus ik ga even kijken wat hierin zit, want volgens mij heb ik verschillende dingen. Ik had telefoonhoesjes, zo'n handig appelschil dingetje. Echt, je vindt van alles daar op AliExpress. Maar goed, ik ga het even openmaken. Ik dacht dat dit pakketje van AliExpress was, maar die is van Weekamp. En dat kon dus blijkbaar door de brievenbus. Ik had van die letters besteld. En die komen waarschijnlijk bij ons op de slaapkamer te hangen. En het leek me wel leuk om hier uiteindelijk de naam van ons dochtertje mee op te hangen op de slaapkamer. Dus dat gaan jullie, zodra ze geboren is, gaan jullie dat waarschijnlijk voorbij zien komen. En dit hoesje had ik binnengekregen van AliExpress. Dus deze vind ik echt super leuk. Ik ga deze denk ik nu al om mijn telefoon doen. Waar is mijn telefoon? Kijk, ik heb nu deze. Maar ja, dit is natuurlijk, ja, eigenlijk is het allebei wel zomers. Maar ja, de zomer is bijna voorbij. Dus vind ik deze wel leuk om er even omheen te doen. Kijk hoe leuk. Flamingo's. Dus dit is even mijn nieuwe hoesje. Hij zit er trouwens precies hetzelfde omheen als deze. Dus het zijn hele fijne hoesjes. Ik zal even kijken of ik nog de linkjes hiervan kan vinden. Voor als er iemand ook geïnteresseerd is in zo'n hoesje. Ze zijn niet heel duur. Volgens mij heb ik er niet meer dan $2-3 voor betaald. Ik twijfel een beetje of ik mijn haar stijl moet laten. Want het is nu wel geknipt, maar ik heb er nog niks aan gedaan. Dus misschien ook eventjes dat ik het iets stijler maak. Maar in de vorige vlog hebben jullie kunnen zien dat ik mijn haar heb laten knippen. En het was dus echt, nou ja, ik denk wel tot hier zoiets met stijlhaar. Nou, misschien zoiets. Dus dit stuk is er wel degelijk vanaf. En dat scheelt wel echt qua volume. Vooral als ik krullen heb, dan zie je lekker die volume terugkomen. Maar het leek me wel leuk om mijn haar te krullen. En ik heb nu toch tijd over. Dus echt met krultankrul, zeg maar. Dus dat is even kijken of ik dat ga doen. Ik denk trouwens dat ik dit vandaag aantrek. Ik had dit even snel aangetrokken omdat ik Eli weg ging brengen. Maar dit is zo'n LA shirt die oversized valt. En die nu dus eigenlijk wel met mijn buik kan. Ik ben nu nog steeds, even kijken, nee, morgen ben ik 35 weken zwanger. Dit jasje is van Shiba Clothing. Dat is die met allemaal verfspetters erop. En deze broek die is van ASOS. En mijn schoenen zijn ook van ASOS. Echt erg. Ik moet nog steeds die spiegel schoonmaken. Blijf het maar uitstellen. Ik weet trouwens niet eens welke krultang dit is. Maar deze heb ik al heel lang. En dit is zo'n wat dikkere. En ik ben wel benieuwd hoe dat nu staat. Zeg maar met mijn haar wat korter. Dus ik ga denk ik wel gewoon even mijn haar krullen. Ik ben klaar. En ik heb er een beetje van dat sea and salt spray doorheen gespreid, zeg maar. Ik heb gewoon per krul doe ik meestal 10 seconden. En ik vind wel dat het een mooi resultaat geeft. Ik heb nu deze gebruikt. Dit is de Keune Blend Sea Salt Spray. Deze had ik al heel lang, maar telkens kwam het er niet van om het te gebruiken. Maar het geeft net even een wat andere textuur aan je krullen. Dus dat vind ik wel vet. Zo, ik ben klaar om te vertrekken. Ik ga nu mijn oma ophalen en dan gaan we gelijk door naar Amersfoort. En het scheelt dat mijn oma zeg maar een beetje op de weg die kant op woont. Dus dan kan ik haar gewoon netjes oppikken. En we nemen jullie mee. In de vorige vlog hebben jullie trouwens kunnen zien dat ik samen met Eli hierin sta in het Prenatal Magazine. En deze ga ik aan mijn oma geven, want ik had er meerdere binnengekregen. En volgens mij weet ze het niet. Ze weet wel dat we een shoot hebben gedaan, maar ze weet niet dat het magazine al uit is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan gaat vinden. Ik zit in de auto en echt last minute kwam de postbode nog van PostNL om twee pakketjes af te leveren. Want ik had wat besteld voor de kinderkamer, of voor de babykamer, voor onze kamer. Voor dat gedeelte zeg maar bij de commode. En dat is nu binnen, had ik even snel opengemaakt, maar dat gaan jullie in de roomtour zien.
En zo, ik ben helemaal buiten adem. Zo. En ik heb een heel leuk pakketje binnen van Sap Kids. En dat ga ik jullie straks ook even laten zien. Want Ila die heeft een gepersonaliseerd jasje en nog een paar dingetjes had ik daar besteld. Dus dat ga ik straks ook nog even laten zien als ik weer terug ben. Daar had ik nu niet heel veel tijd voor. Aangekomen bij mijn oma. En ze is nog eventjes de spullen aan het pakken. Dan kunnen we gelijk door. Oh. Wat is ze? Ik hoef niet meer naar de wc. Oh ja, is goed. Ik moet even het adres nog... Die zie ik even in mijn telefoon. Oh. Want ze hebben nu natuurlijk die andere afslag met Almere Amersfoort. Is nu omgewisseld, toch? Oh, is zoiets met A6 geloof ik, hè? Maar hebben, heb je daar last van of niet? Ja, ik weet dus niet hoe dat vanaf hier zit. Dus ik ga het voor de zekerheid... Oh ja, kijk eventjes hier. Het is het nieuwe magazine van Prenatal. Oh. Oh, hier ben je. Wat leuk. Oh, dat is leuk. Kijk hè. Ja. En op de volgende pagina. Zo, een hele serie. Ja, gewoon met schattig. Ilay. Ja. We hadden toen die fotoshoot gedaan. Oh, wat leuk. En dit zijn allemaal kleren van ja, zwangerschapskleding, zeg maar. Ja. Van, Prenatal. Kopen ze die ook daar allemaal? Ja. En dit setje, dat had ik ook meegekregen toen ik de magazines binnenkreeg. Echt superleuk. Hey, en je moet de kinderwagen ophalen? Ja, we gaan nu de kinderwagen ophalen, de stokken kinderwagen. Dus een beetje voor de echte laatste dingetjes die ik moet halen. Ja. Ik moet nog een luieremmer en dat soort dingen. Nou ja, we hebben dus hebben tijd voor om dat rond te lopen. Ja, en het is echt een hele leuke locatie ook. Dus, zo, nog meer dikke buikjes. Ja. Wij zijn inmiddels al een tijdje een beetje aan het losgaan hier in de Prenatal. We hebben al twee volle karretjes en de kinderwagen die staat ook al bij de kassa. Ja, dat is schattig. Maar dat komt allemaal in de roomtour. Gaan jullie alles zien wat we nu aan het shoppen zijn. En ja, we gaan nog even verder. Dit is de kinderwagen. En ik ga hem thuis, want we hebben hem nu in de doos hebben we meegekregen. Dus ik zal hem thuis nog wel even helemaal laten zien als we hem in elkaar hebben gezet. Maar ja, we zijn er echt super blij mee. En dan heb je ook zeg maar zo'n zitje erbij natuurlijk. En die kan je ook andersom erop zetten. Dus voor wanneer ze wat ouder is. En in dit geval hebben we dus deze, dus met de reiswieg. Dus heel erg blij mee. Ja, echt handig. Wij zitten in de auto en de hele achterbak zit vol met de doos. Ja, van de net bij. Ja, van de kinderwagen. Er zijn twee dozen. En alle spullen liggen ook nog eens daarachter die we net hebben geshopt. Dus jullie gaan het allemaal zien. Wij gaan nu nog even wat eten bij Loods 5. Dat is iets wat hier in de buurt zit. Dan gaan we even lekker lunchen. Zo, ik heb een mozzarella met pesto, tosti. Chouderantje erbij. Straks gaan we deze nog even samen delen. Dat is een wortelnotentaart was het volgens mij. Oh ja. Een broodje tonijn heeft mijn oma. Lekker hoor. Eet smakelijk. Ik ben weer thuis. Ik heb hier de dozen van de stokken staan. Maarten die had me even geholpen met naar boven tillen. En ik zal nog even laten zien wat ik van Sap Kids had gekregen. Tenminste wat ik daar heb besteld. Deze vans voor Ilay. Dus met die dikke sol. Maarten die is hier al aan het strikken. Zit hij al goed? Nee, ik ben veters aan het rijgen. Veters aan het rijgen? Heet dat zo? Ja. Oh. Heel stoer. Hij heeft die lagen ervan, maar die zijn echt al een beetje ja, uitgelopen. Dus ik vind het wel heel stoer dat hij dan nu deze heeft. Even kijken, deze broek. Heel gaaf met van die kniepads. Een super kids shirt. Nog een hele stoere Mingo sweater. Een gele. Geel staat hem sowieso heel erg goed. Het is een beetje ja, bijna okergeel eigenlijk. En deze is ook echt heel erg gaaf. Je kan hier van die ja, pads op doen. Of hoe noem je dit? Pads? Nee, ja, strijk. Ik heb die erop strijken. Ja, hier nog zo'n ding. En hier zag ik ook nog eentje liggen. Hier deze ook wel gaaf om eventueel op te doen. Maar op zich is die plain ook al heel erg stoer. Dit is zo'n camo vest van Super Kids. Staat erop. En kijk hoe gaaf. Ilay Jael, zijn volledige naam. Het is wel heel erg gaaf dat ze dit erop hebben gezet. En dit setje had ik trouwens ook nog bij Prenatal gescoord. Echt zo schattig, zo compleet. Ik denk dat dit ook wel een van de setjes wordt
voor mee naar het ziekenhuis, zeg maar. Dit is namelijk maat 50. En in maat 56 heb ik eventueel een soort van reserve setje. En dit is een, zo'n onesie noemen ze dit volgens mij. En deze is ook in maat 50. En deze was, oh ja, want jullie vroegen de vorige keer naar de prijzen. Deze was €14,99. En deze €19,99. Maar het is wel echt een heel fijn stofje. En deze kun je ook best wel heet wassen. Dus ja, deze kun je op 40 graden gewoon wassen. Zonder dat die kleur weggaat. En van die sokjes erbij. Echt zo schattig. Oh ja, en deze was €7,99. Die sokjes. En deze ook. Dat mutsje. Die is ook €7,99. En ik heb dan nog een hele tas vol. Maar dat ga ik jullie in de roomtour allemaal laten zien. Zo, daar staat hij hoor. We hebben hem even in elkaar gezet. Maar het is echt heel makkelijk in elkaar te zetten. Ja, dit zit er nu allemaal op. Kapje zit erop. Tas heeft Maarten er ook even op gezet. En ik ben er echt heel erg blij mee. Toppie! Hij rijdt ook echt zo soepel. En hij is ook lekker hoog. Maarten en ik zijn allebei niet echt klein, om het zo maar te zeggen. Maarten al helemaal niet. Dus dit is echt ideaal gewoon. Deze, dat is zo'n... voor in een autostoel is het. Een soort dekentje, maar dan ook met dat vachtje aan de achterkant. En die is eigenlijk dus voor in een autostoel. Daarvoor ook deze gaten. Maar deze vonden we ook wel ideaal om in de kinderwagen te gebruiken. Dus vandaar dat we hem alvast hierin hebben gedaan. Want ik denk dat we hem toch wel grotendeels hierin gaan gebruiken. Dus dit is wel heel erg leuk. Inmiddels heb ik net Eli ook even opgehaald. En er zit lasagne in de oven. Dus we gaan straks even lekker smullen. En ik ben in de tussentijd ook een beetje hier aan het opruimen. Want het is best wel een troep. Ik zal de keuken maar niet laten zien. Maar goed, dat doen we denk ik na het eten even. Oh, wat wil jij vertellen? Ik wil laten zien. Wat wil je laten zien dan? Joh, daar heb ik net een foto. Wat moet ik laten zien? Wat heb je? Snoepje. Is dat een snoepje of komt dat van de... Wat is een mengel? Heb je die uit je tas gevist? Stiekemaard. Mag niet, hè? Ik zit hier nog even lekker met Eli op de bank. Kiekeboe. Ida gaat zo slapen. Ja. Ja. En mama is en, tenminste, ik moet vanavond nog heel veel editen. Zodat ik dat morgen... Of tenminste, morgenochtend heb ik nog wel de tijd om te editen. Kijk, maar in de middag heb ik ook een afspraak. Dus ik moet wel op tijd af hebben allemaal. In ieder geval voor het weekend. Dus ik ga straks even editen. Dus niet heel veel bijzonders meer voor jullie. Maar ik ben nog niet aan mijn kliniek geweest. Nee, je gaat toch volgende week naar oma Angelique? Als ik geslapen heb. Als je geslapen hebt, ja. Slapen? Oh, ik ben echt zo blij met de kinderwagen. Ik zie hem nu weer op de achtergrond. Ik denk dat we hem voorlopig op de gang denk ik wel gewoon zetten. Of gewoon, hij kan op zich wel hier staan, want dit is toch een lege hoek altijd. Maar echt super chill. Dat is weer iets wat we kunnen afvinken. Maarten die is nu trouwens even naar de kapper. Die kon helaas wat later terecht. Maar het is ook koopavond. Dus een zaterdag dan gaan Maarten en ik samen naar Amsterdam. En dan ga jij naar oma Joyce. Ja. Ja, naar oma Joyce. Dus ik ging met oma ging naar Amsterdam. Ging je naar Amsterdam? Een paar weken geleden. Dat was dinsdag. Ging je in Amsterdam. Dat is niet een paar weken geweest. Een paar dagen geleden. Nee. Maar ja, wij gaan niet heel veel bijzonders meer doen. Dus ik ga editen straks. En that's it. In ieder geval tot de volgende video. Doei doei.